geleden dat hier een koud biertje is getapt bij Legosi's. Maar nu is het een tijdelijke platen- en cd-winkel geworden onder de naam Virus Records. Ik ga aan Dick vragen hoe hij op dat idee gekomen is. Een quote van jou is: als ik later groot ben, dan wil ik een platenzaak of een café. Maar vertel eens, want... Nou ja, ik ben op een gegeven moment een café begonnen. Omdat ik dat leuk vond, dus als een jong gastie die voor het eerst uitging, wilde ik ook een café. En door mijn liefde voor vinyl had ik ook een beetje, nou, platenzaak lijkt me ook wel leuk. En dat is het nu geworden, wegens corona. Ja. Ik kan hier verder niet, geen koffie voor takeaway gaan verkopen, want dat heeft hier weinig zin. Dus ik denk, ik ga gewoon platen verkopen. Ja, dus het was een hobby en dan maak je dan nu even je werk van. Wat was jouw eerste singeltje die je kocht? Mijn allereerste singeltje, dat was, hoe oud was ik? Jaar of 12, denk ik. Dat was van QB and the Blizzards, Apple Knockers Flophouse. Heb je die ook hier tussen staan? Nee, ik heb er maar eentje van en die staat lekker thuis nog in de verzameling. Maar ik heb een LP van U2, die heb ik ooit eens een keer van iemand overgenomen die werkte bij de platenperserij. En die heeft toen een keer, dit is een dubbel LP van U2, daar heeft hij er eentje van, rood vinyl van gemaakt. Oké. Okay. Dus dit is in principe, dit is de enige exemplaar ter wereld met een rode LP en een zwarte LP. Dat bestaat verder niet. Oh, oké. Okay. Dus daar hangt wel een prijs. Dat kun je wel stellen. Dus daar hangt een prijskaartje aan. Ja, maar dat weet ik niet, want het is het enigste exemplaar. Dus ik zou dat of moeten laten veilen of wachten voor mensen die er geld op bieden. Ja, heb je nog meer van dit soort unieke? Ik zie hier bakken staan met collectors. Ja, ik heb daar ook nog wel singeltjes staan van €50. Voor de echte verzamelaar. Ja. Ja. Het zijn van die unieke exemplaren, die zijn er bijna niet meer. En ja, daar bij de LP's zitten ook nog wel dingen, vooral uit de jaren 90, toen werden er bijna geen LP's gepest. Dick, de klanten die bij jou, nou ja, ik moet eigenlijk zeggen gasten, die bij jou altijd binnenkomen voor een drankje, zie je die hier ook om een plaatje te kopen, een cd'tje? Of? Ja hoor, af en toe wel. Het is niet allemaal dat ze allemaal komen, maar ik heb wel klanten die even langzaam af en toe... Even wat plaatjes scoren. Ja? En ik ga ervan uit dat iedereen wel weet dat dit tijdelijk is. Dat denk ik wel, ja. Ik heb het niet helemaal verbouwd tot platenzaak, anders had ik het wel anders gedaan. Maar dit is gewoon, als ik weer open mag, dan als café, dan is het weer café. Ja. En dan de platen, die bewaar ik dan weer voor de tweejaarlijkse platenbeurs. Ik heb altijd wat bakken met aanbiedingen staan. En die staan buiten als het mooi weer is. En binnen als het slecht weer is.